Normaal hebben wij nu het gesprek met de burgemeester. Het college van burgemeester en wethouders is vandaag afwezig. Een van de vorige uitzendingen heb ik er al over gesproken. Er kan geen allergie ontstaan. Maar bij gebrek aan burgemeester en wethouders heb ik de fractievoorzitter van de grootste partij, Kernachtig Wiegen, bij mij uitgenodigd. Welkom, Paul Loermans. Dankjewel. Paul, jij bent een bekende Wiegenaar. Zoon van een bekende Wiegenaar. Vertel iets over jezelf, zodat de kijkers weten wie Paul Loermans is. Nou, wat je zei, Paul Loermans, 50 jaar. Getrouwd met Annemie. Al 23 jaar. Vader van 3 kinderen, waar de jongste nu net het huis uit is. Ik werk sinds 2 jaar in Wiegen. Basisschool De Boskriek, waar ik directeur ben. Daarvoor een carrière bij justitie en in het speciaal onderwijs. En mijn vrije tijd vult zich met carnaval, de Blijdries en het raadswerk wat ik sinds 1998 mag doen. Ja. We gaan het uiteraard vandaag hebben over Kernachtig Wiegen, mm-hmm. maar ook over de Wiegense politiek en de economie in Wiegen. Allereerst, hoe ziet het partijprogramma van Kernachtig Wiegen eruit? Nou, Kernachtig Wiegen is een lokale partij, dus wij profileren ons ook echt op de lokale punten. We hebben ons niet voor niets onze kreet genoemd krachtig lokaal. Wat wil zeggen dat wij uitgaan van dat mensen heel veel zelf kunnen. Dat bewijst Wiegen ook wel als je naar het verenigingsleven kijkt. Ik bedoel, Wiegen is nog hartstikke bruisend. Bruisend, ja. Daar concentreert ons verkiezingsprogramma zich vooral op. Zorg dat je de verenigingen ondersteunt. Zorg dat je het bedrijfsleven economisch kunt laten renderen. Dat wat je als gemeente kunt doen. Zorg dat je op ruimtelijke ordening gebied bouwt voor dat wat Wiegen nodig heeft. En niet zoals in het verleden gebeurd is van, nou ja, wees de overloop voor de steden in de stadsregio. Puur op wat hebben wij als gemeente nog nodig. Ja. En verder gaan wij er ook vanuit dat wij dat kunnen realiseren zonder de zwakste in de samenleving de dupe te laten worden. Dus de sterke schouders zullen wat sterkere lasten of zwaardere lasten moeten pakken. Ja, ja. En wat kun je daar van terugvinden in het beleid dat de afgelopen, jullie zijn nou 2 jaar... Nee, 1 jaar. Hè. We hebben verantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente, voor de raad. En wat kun je terugvinden van het programma in gerealiseerde doelen? Nou, een van de eerste punten wat gelijk op 10 april 2010 een feit werd toen het nieuwe college geïnstalleerd werd. Ze moeten het met 3 wethouders doen. Daarmee geef je een signaal aan het ambtelijk apparaat, jongens, er moet efficiënt gewerkt worden. In het verleden had Wiegen 5 wethouders. Dus ook daarmee bereik je ook al gelijk een bezuiniging. Maar behalve dat, veel belangrijker het signaal van efficiënt werken. Het voortouw is genomen dat er fors bezuinigd wordt op het ambtelijk apparaat. Uiteindelijk gaat de formatie terug met 23 FTE. Dat is dik 10% van het aantal mensen wat we hebben. Hebben we 2 helemaal weggehaald? Ja. Okay. Iets meer zelfs nog. Dat is in gang gezet. Verder denk ik dat, dat weet ik wel zeker, op ruimtelijke ordening gebied, je kunt zien dat er een andere wind is gaan waaien. Dit college stuurt nu aan op hou Wiegen zoveel mogelijk open en groen. En bebouw niet elk stukje en bouw dat niet zo vol mogelijk. Om een voorbeeld, aan de inbreiden. Dat inbreiden, dat is over. Ja. En om je daar een voorbeeld van te geven, de Passerot. Het stukje Wiegen, zeg maar, als je de Klapstraat oversteekt, of de Randweg Noord oversteekt, de hoogte van de Klapstraat, dat is de Passerot. Daarvan hebben we gezegd, daar wordt niet gebouwd. Daar kun je, denk ik, echt de hand van Marcel Thijssen als wethouder ruimtelijke ordening zien. Verder in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is opgenomen dat er rondom de megastallen toch niet meer de mogelijkheden zijn die het vorige bestemmingsplan had. Dus ik denk dat wel degelijk na een jaar de hand van Kernachtig Wiegen in dit college wel degelijk te zien is. Ja. Je noemt de megastallen, Paul, en dat is nogal een heikel onderwerp met Wiegen Zuid, waar een megastal misschien mogelijk gebouwd gaat worden. Ja, nou ja, misschien. Ik vrees dat dat bijna zeker is. Wat was er aan de hand?
de varkensboer die daar zat, die verkocht zijn zaak. En de nieuwe eigenaar, die diende een aanvraag in op basis van het bestemmingsplan wat toen gold. Een plan om 10.000 varkens onder de rook van Wijchen-Zuid. Ik denk hemelsbreed, 400 meter, wat zal het zijn? Ja. Zoiets, hè? Daarmee deed de man niets verkeerd, want het oude bestemmingsplan was nog geldig toen hij zijn aanvraag indiende. Dat bracht heel veel gedoe teweeg. Mensen zien dat niet zitten. Politiek zag dat niet zitten. En de wethouder die toen net, ik geloof dat we net een week als raad geïnstalleerd waren en de wethouder aan de slag was, die is met dat signaal van de gemeenteraad unaniem van: goh, wethouder, kijk of je mogelijkheden ziet om dit plan toch tegen te houden. Die wethouder is gaan onderhandelen en er waren eigenlijk maar drie opties. Of je gaat procederen net zolang totdat de eigenaar afhaakt omdat hij het niet volhoudt, maar je weet dat je het risico loopt dat je dat gaat verliezen. Bovendien moet je afvragen of je dat als overheid kunt maken, terwijl je weet dat iemand in zijn recht staat, hem juridisch dwars gaat zitten. Daar zul jij meer van weten dat dat eigenlijk niet zo kies is. Nee. Vervolgens kun je zeggen, ja, nou, het is het oude bestemmingsplan en de man doet niks verkeerd. Laat maar gebeuren. En je kunt zeggen, wat kost het om u te verplaatsen? Nou, daar is over onderhandeld. Daar hing een prijs aan, ongeveer 700.000 euro. Daar waren wat andere dingen die hij bedongen had rondom de inkomstenderving die hij kon aantonen. Van, goh, maar als ik dan ergens een woning mag bouwen, dan heb ik een compensatie. Nou, zo waren er wat zaken. Dat leek kernachtig Wijchen en de VVD een redelijke deal. Geen mooie deal, geen goede deal. Een redelijke deal zoals dat soms in onderhandelingen gaat. Ieder moet zijn veer laten. En uiteindelijk had deze meneer de kaarten allemaal in handen, hè. Dat plan werd voorgelegd aan de raad, want uiteindelijk heeft de raad het laatste woord. En die heeft uiteindelijk toch gezegd, dat gaan we niet doen, wethouder. Het spijt ons zeer. Dat houdt dus in dat de gemeente Wijchen geen geld uittrekt om dit bedrijf uit te kopen. Dat houdt in dat deze meneer dus door mag gaan met het indienen van zijn plannen. Hij doet daarmee niets tegen de regelgeving. En daarmee is de komst van een megastal, helaas moet ik zeggen, een meer dan reële mogelijkheid. Want de investeerder mag gewoon doen dat wat hij van plan is. Ja, ja. Nou, afwachten dus. Ja, zo werkt democratie ook natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Wat zijn de economische speerpunten van kernachtig Wijchen? We zitten hier in een economisch programma, dus daar gaan we het even over hebben. Ja. Nou, wij vinden dat de overheid vooral faciliterend moet zijn. Wij denken dat het bedrijfsleven heel goed in staat is om zijn eigen zaken te regelen, om het zomaar eens te zeggen. Maar je zou er wel voor kunnen zorgen als gemeente dat bijvoorbeeld betalingen die gemeente aan het bedrijfsleven moet doen voor geleverde diensten, dat gewoon snel gaat. Dat geen 30 dagen of, ik hoor verhalen van nog veel langer, duurt, maar dat gewoon binnen 14 dagen overgemaakt is. We hebben nu in Wijchen sinds jaar of drie, denk ik, het bedrijvenloket. Dat is misschien al langer. Ja. Nou, dat functioneert. Zorg dat dat ook blijft functioneren. Dat als je als ondernemer met een vraag komt, dat je een begeleidende ambtenaar hebt die jou door het proces heen gaat. Rondom vergunningverlening denk ik dat er met name op bouwzaken toch nog echt verbeteringen mogelijk zijn, hoor. En de omgevingsvergunning? Dat is de WABO, hè? Ja, de WABO heet het tegenwoordig. Ja, nee, die moet, goed dat je het zegt. Dat is de term die ik moet gebruiken. Maar ik merk nu ook zelf als directeur van de Boskriek dat er af en toe toch nog heel verkokerd gedacht wordt en dat de ene afdeling eigenlijk niet weet wat de ander doet. Nou, daar kun je als gemeente voor zorgen en daar zetten wij op in dat dat beter kan. Erg belangrijk voor ons was, en dat is niet alleen voor het bedrijfsleven, maar wel van belang, die welstandscommissie. Kan die nou eindelijk eens een keer weg? Kan dat nou dat stroperige proces en het bemoeien eigenlijk met andermans eigendom, kunnen we daar anno 2011 niet eens anders over gaan denken? Ja. Dus dat vinden wij erg belangrijk. Verder hadden wij, en hebben we nog steeds, wordt nog steeds aan gewerkt, want ook dat gaat wel heel erg langzaam, de komst van Breekwagen in Bergharen, het nieuwe bedrijventerrein, door een aantal ondernemers gepromoot en zeer gewenst. Wij denken nog steeds dat dat door moet gaan, dat de economie van Wijchen en Bergharen ten goede zal komen. Ja, ja.
Heel ander punt waar jullie ernstig zorgen over maken is de leegstand in de Burgstraat en de Stervelsweg. Ja. Dat heeft in de Gelderlander gestaan. Jullie hebben zelf in de Wegwijs een artikel gepubliceerd hierover. Ja. Wat is eraan te doen? Ja, wat is er aan te doen? Kijk, allereerst is het probleem constateren. Want het bleef wel stil, vonden wij, op het gemeentehuis. Terwijl je in de Sterrenbosweg ziet van de 7 winkelpanden, dat er daar nu 2 van leeg staan. En ik begreep dat nummer 3 en 4 op komst zijn. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Ga je rechtdoor richting Burgstraat, dan zie je daar ook de nodige leegstand. En trek het door in een rechte lijn, dan kom je vervolgens uit bij een leeg postkantoor. Dat is overigens leuk ingevuld nu. Wat overigens perfect, daar gaat het niet om. Ja. Maar dat is wel zorgelijk voor onze economie, voor onze centrum-economie. Wat kun je daaraan doen? Nou, in ieder geval als gemeente meekijken van waar kan het probleem zitten. Natuurlijk is er een recessie. Natuurlijk zullen bedrijven daar last van hebben. Maar heb je er ook voor gezorgd dat zo'n winkelstraat aantrekkelijk blijft? Nou, de bestrating is perfect opgeknapt, dus daar kan het niet aan liggen. Maar hoe zit het met de routing van de parkeerplaatsen? Moeten we misschien toch iets doen, bestemmingsplan technisch? Het is een lange rij ook van uitzendbureaus. Kom je daar als ondernemer tussen met je zaak? Ja. Is dat nou bevorderlijk? Zouden we daar toch niet eens naar moeten kijken? Dat is eigenlijk de vraag die we gesteld hebben van, wethouder economische zaken. Wij constateren dit, de leegstand in het centrum neemt toe. Wat kunnen wij als gemeente facilitair doen? Wij gaan geen winkel openen. Daar hebben we geen verstand van. Moeten we ook vooral niet willen, want dat gaat niet goed komen. Nee. Maar je kunt wel kijken, waar kunnen wij ondernemers ondersteunen, zodat het proces op gang komt om het probleem op te lossen. Ja. Dus een zorgelijk punt. Ik vind het wel een zorgelijk punt. Waar aandacht verdient. Ja. In ons voorgesprekje hebben we het gehad over de sociale geografie in Wijchen. Ja. En toen hebben we gekeken naar de vertegenwoordiging in de raad. En gekeken naar wie zijn autochtone Wijchenaren, waarmee we bedoelen iemand die in Wijchen geboren is. Ja. En import. En die verhouding ligt niet 3/4, 1/4. In 1959 waren er 10.000 Wijchenaren, nu 40.000 inwoners. Ja. Dat wil niet zeggen dat er 30.000 mensen geïmporteerd zijn. Maar die verhouding ligt grofweg 2/3, 1/3. Ja. Maar de afspiegeling in de raad is anders. Ja, dat klopt. Dat hebben we samen bekeken. We kwamen op 50-50 uit. 50-50, en waarschijnlijk zelfs 60-40. Als ik, je weet natuurlijk niet van iedereen precies. Ja. Heb je een idee hoe dat komt? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik vind het te makkelijk om te zeggen, nou, de allochtone inwoner voelt zich wat afstandelijker of is wat verder af van het gemeentebestuur. Dat geloof ik niet. Want je ziet ook heel veel betrokken nieuwe inwoners, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Ik denk dat het een breder probleem is in de zin van, want het aantal vrouwen is ook veel te weinig. En Ruud, het aantal ondernemers is ook veel te weinig. Ik bedoel, eigenlijk bestaat de gemeenteraad uit middelbare mannen die in de welzijnssector onderwijs actief zijn. En dat is geen goede ontwikkeling. Nee. Als ik naar mijn eigen partij kijk, dan weet ik dat onze kieslijstcommissie zich de, hoe moet dat zeggen, benen onder de kont uitgelopen heeft om een gevarieerd aanbod te krijgen, om te zorgen dat ook wij hebben met Sascha van der Put in een achtmansfractie maar één dame. En dat is gewoon te weinig. En, als je de oplossing voor me hebt, ik hoor hem graag. En bij deze ook ondernemers, pak je verantwoordelijkheid en kom meepraten over de politiek. Het gaat uiteindelijk iedereen aan. Dat is ook wat een lokale partij wil. Hè? Ja. Wij zijn er voor Wijchen en we zijn gewoon uit Wijchen. En wij kunnen zelf bepalen wat wij vinden over Wijchen. Waar kunnen ondernemers die zich willen aanmelden terecht? Het e-mailadres? info@kernachtigwijchen.nl. Oké, dat komt ook in beeld. Heel goed. Paul, dankjewel. Graag gedaan. Veel succes met Kernachtig Wijchen. Dankjewel. En in de raad en op de Boskriek. Bedankt voor je komst. Graag gedaan.